The sea covers more than 70% of the Earth's surface, and more than half of all life on Earth lives there. The importance of the sea is great for mankind. One third of the world's population lives within a range of 100 kilometers from the coast, and it provides people with food, energy, recreation, and it's also a means of transport. 90% of trade between countries goes through shipping. On the North Sea alone, there are yearly 250,000 ship movements. Only there is a growing concern. The welfare of the seas is threatened. We talked to two scientists, Dr. von Franeker of the Research Institute Imaris and Dr. von Veenen. Er is een directe relatie tussen de productie van plastics en consumptie van plastics op het land en wat we in zee terugvinden. Per jaar wordt er wereldwijd 250 miljoen ton plastic geproduceerd. En een deel daarvan komt in zee terecht. In de jaren 80, toen werd het eigenlijk voor het eerst wereldwijd en dus ook hier opgemerkt, het verschijnsel, hoeveel plastic er op zee ronddreef. En de maag van stormvogels, als je dan naar de tweede helft van de jaren 90 ging, was de hoeveelheid afvalplastic, de gebruiksplastics, die was eigenlijk verdrievoudigd zo ongeveer. En als de productie en consumptie toenemen, zal dat deel ook alleen maar groter worden wat in zee terechtkomt. Ja, er zijn heel veel effecten. Sommige beesten raken verstrikt in afval en niet meer normaal kunnen functioneren en langzaam doodgaan van de honger. En je hebt sommige soorten vogels die heel veel plastic eten. Die hebben wel de hele tijd dat er iets van vulling in die maag zit die het hongergevoel terugdringt eigenlijk. Waardoor ze een slechtere conditie hebben dan een beest die rommel niet in zijn maag heeft. Er is eigenlijk geen strand meer ter wereld waar je deze plastic vervuiling niet kunt aantreffen. En onder invloed van allerlei natuurlijke processen, verwering, zonlicht, schuring aan zand en aan stenen, fragmenteert dat plastic. Het worden steeds kleinere deeltjes. Naarmate plastic afbreekt, komt het beschikbaar voor andere type organismen. Op deze grootte kan een albatros het naar binnen werken, maar een stormvogeltje van 40 gram die krijgt dit niet weg. Dus die kan het pas eten op het moment dat het heel klein is. En dat is een schaal die eigenlijk steeds verder doorgaat. Een deel van het probleem is inmiddels onzichtbaar geworden. En daarbij gaat het om microscopisch kleine plastic deeltjes die in dat verweringsproces ontstaan. Dus de huidige zorgen om het hele plastic probleem is dat die plastic steeds verder afbreken tot een niveau nog veel kleiner dan wat ik hier laat zien. En dat allerlei filterende organismen in zee die aan de basis van de voedselketen staan, dat die aan de lopende band kleine stukjes plastic naar binnen krijgen. Nou, en daarnaast zit er aan plastic ingebouwd zitten er heel veel vervelende chemicaliën. En plastic verzamelt ook nog eens allerlei chemicaliën uit het water op zijn oppervlak. Dus een beest wat die plastics eet, die krijgt heel veel chemische rommel naar binnen. Waar allerlei kankerverwekkende en hormoonverstorende toestanden tussen zitten. Dus ook daar zul je niet acuut dood aan gaan. Maar je gemiddelde levensverwachting en je kans op succes om kuikens groot te brengen, die zal teruglopen. Dus dat heeft serieuze effecten. En dan, als je dan aan die basis van die voedselketen gaat werken, dan komt het ook weer bij ons terug. En daardoor is op een moment een hoop ophef over plastic in zee en terecht. En ik noem dit probleem dan ook global plastic. Het is een beetje qua omvang en mogelijke effecten te vergelijken met global warming. Aside from plastics, there is a lot of other waste in the sea. The Dutch and Belgian department of the organisation Chemo has started a project, Fishing for Litter. Nou, Chemo is een Europese milieu- en veiligheidsorganisatie. Chemo is in 1990 opgericht. Het is gestart met 3 gemeentes. En nu is Chemo, er zijn al 150 steden, kustgemeentes, dus lid van het Chemo. Uit 16 verschillende landen. Er wordt zoveel afval overboord gegooid. 200 miljoen kilo
Per jaar wordt jaarlijks in zee gestort. Nou ja, en onze doelstelling is om te zorgen dat mensen zich daarvan bewust worden, maar ook dat die zeeën daadwerkelijk echt schoner worden. En daar zijn we druk mee bezig. En daar gaan ze ook steeds meer projecten en mensen aan meewerken. Het Fishing for Litter project van Kimo, dat doen we nu al jarenlang heel graag aan mee. Dat wij door dit project te steunen weer een stap genomen hebben in dat duurzaam ondernemen, duurzaam ontwikkelen van onze havens. Nou ligt die stap dan wel buiten de haven, maar wij zijn er wel heel erg trots op dat we eraan mee mogen werken. Naast dat wij allemaal onze taken en rollen hebben binnen het project, de vissers, zij zijn natuurlijk wel de belangrijkste spelers. En dat zijn nou de mannen die het werkelijk doen. It is Sunday night and the crew of the Hendrik Brand prepares for a new week. All the nets are checked for damages and several repairs are conducted before leaving the harbour. The chains drag along the bottom of the sea. This causes them to stretch, and as a result, the nets won't function properly. So to avoid this, they measure the chains, and if they are too long, shorten them. The preparations are done, and the ship leaves the harbour of Harlingen. The Vadden Sea is calm, but the ship needs to be navigated accurately, as there are many shoals. Captain Hakvort is on the bridge and navigates towards the open seas. It will be a long journey. It is Monday, late in the afternoon, and the fishing grounds have been reached. The Dogger's Bank is a sandbank that rises from the depths to 15 meters under the surface, and it stretches 260 kilometers long. The nets have been cast, and the crew does the final preparations before the first catch will be brought up. When the sea levels rose during the last ice age, this area became an island, or group of islands. The persisting rise of the sea eventually drowned the land. Today, it's a rich fishing ground, and the crew of the Hendrik Brands has come here to fish for place. The nets are dragged through the water for about 2 hours before being brought up. It is always an exciting moment when they come up, as it is unsure whether it is a good catch, and it also remains to be seen what else comes up in the form of trash. Want je ziet het zo niet liggen het afval, maar als je toch kijkt wat er allemaal uit, wat die jongens eruit zoeken, dat is toch echt wel veel. Ja, dat is toch meeste plastic en vorige week hadden we twee autobanden, of tenminste heftruckbanden die er dan tussen zaten. Ja, het is toch alles wat ook van een grote boot afvalt of afgegooid wordt. Je komt soms wel eens de vreemdste dingen tegen, dat je denkt, ja, hoe kan dit hier nou komen? Racefietszadels, tennisrackets, poppetjes, voetbalschoenen, maakt niet uit wat. Wasmachines, en dat zinkt allemaal naar de bodem toe. The ship makes speed again for the next trawl. And the current catch goes via a conveyor belt to the foredeck, where the fish is cleaned and sorted into different species and size. Bycatch of other sea life, sand and rocks, goes back into the sea. Trash would also end up back in the sea like this, but because of the project, it's taken out by the fishermen. Als je nou meer in de bodemlijn komt, dan vang je meer troep, zoals blikken verf en zo vis je op. Nou ja, dat is een verderf en dan kun je hele vangst laten lopen als die open gaat. Of dat er doorheen loopt, zeg maar. Nee, want je blijft er gewoon tegenkomen. Dus wat je overboord gooit, je komt het nu tegen en morgen weer. En over 10 jaar kom je het nog tegen als je niet opraakt. Je rotsen kun je beter op de kant ergens verbranden of iets. Ik weet niet wat ze er precies mee doen. Maar in ieder geval in de zee hoort het niet. The catch goes into the hull after it has been sorted. The fish goes in crates with ice and then it's covered with seawater which has a temperature of -3 degrees Celsius to keep it fresh. And the catch of waste goes into the big bag.
The only calm moment is when the catch has been processed and the nets are still trawling. During this short period, it's possible for the crew to relax. An alarm will go off as soon as the nets are raised from the bottom to allow the crew to prepare, but often this isn't necessary as the crew are very attuned to the sound changes in the ship's engine. This ship is one of the ships of the Place Group. The Place Group is a cooperation of Place fishermen on the Dogger's Bank, and at the moment another ship of the group fishes alongside the Hendrik Brands. All the ships of the Place Group employ techniques for more sustainability, and they all participate in the Fishing for Litter project. And in this way, more and more fishermen and organisations join the project of Kimo. More trash is collected on the second trawl. The fishing continues through the night, the day, and the next night all the way until the end of the week. The Dogger's Bank is far at sea and far from the shipping lanes, but still a lot of trash comes up with every trawl. As the hull is being loaded with fish, the big bag is being filled with trash. It is Saturday morning, and the harbour of Harlingen lies quietly in the morning sun. A team will remove all the crates of fish for transport to the fish auction as soon as the ship docks. The big bag with trash also goes on shore, and it will go to a waste disposal company, like this one, in Rotterdam. Bekker Verburg is een inzamelbedrijf dat puur zee- en binnenvaart doet. En wij verzorgen ervoor dat het weer bij onze locatie komt, de volle big bags. Volle big bags monitoren we, meten we exact heel waar het afval vandaan komt uiteindelijk. Van kookpartij, of offshore, of visserij, of van de pleziervaart. Als er 6 schepen al meedoen, komen ze gewoon met 6 volle big bags komen ze terug. Dus ieder schip hebben altijd wel een big bag bij. En er zijn vissers bij die zeggen gewoon, ik ken al 5 big bags op vissen. Zoveel dat we op die zeebodem werken in de netten komen. Eigenlijk moet het zo geregeld zijn dat er eigenlijk niets meer in de zee komt. En al wat er nog in de zee is, moet eruit gehaald worden. We hebben nu 4 of 5 big bags opengesneden. En we hebben hier 15 verschillende soorten afval liggen waar wij het op scheiden en weer doorzetten en naar eind verwerken. En dan wordt het weer een product van gemaakt. Of er wordt energie uitgehaald. Dus mijn kleinkinderen moeten ook nog een keer over het strand lopen en dergelijke. Je ziet naar de vogels. De vogels die eten de paraffine op en dergelijke. Die krijgen dat in de maag en gaan dood. Joh, wij krijgen dat visje en er zitten ook weer plastic deeltjes in de maag en dergelijke. Dat willen we niet, dat moeten we vermijden. En daar heb ik mij voor ingezet. Dus als bedrijf heb ik gezegd, joh, daar werk ik graag aan mee. New ropes will be made out of these remnants. Alles krijgt weer een nuttige weg eigenlijk om uit het milieu en weer een goed product ervan te maken. Afval bestaat niet. Dus het kan best wezen dat je thuis op een tuinstoel zit dat eigenlijk bij ons van de zeebodem afgehaald is. In
alle grote oceanen wereldwijd is dit probleem aanwezig. Nou, dat begrip dat moet eerst zijn stoordring. En als je dat niet zichtbaar maakt aan de Europese gemeenschap uiteindelijk ook, ja, dan wordt er niks mee gedaan. Want dan krijg je geen lozingsverbod of wat dan ook. Het Fishing for Litter project, het vuilvisproject, dat is heel goed om de bewustwording ook onder vissers en zeevarenden in het algemeen te vergroten. Die afvalstoffen die de visserij opvist, als je het op de kepen beschouwt, laten we zeggen op de schaal der dingen, van wat we weten wat in zee gegooid wordt, en of dat nou vanaf een schip is of vanaf de wal, dat laat ik in het midden. Maar is die afvalstroom, is eigenlijk die opgeviste afvalstroom, is eigenlijk maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar als je genoeg druppels op die gloeiende plaat laat vallen, dan koel je die plaat ook. Dus dan, het zal altijd helpen. En het is natuurlijk niet het enige project, Fishing for Litter. Er zijn natuurlijk heel veel projecten waarbij we willen zorgen dat die zeeën daadwerkelijk schoner worden. En ook die bewustwording daarvoor. Dus ik denk dat Kimo wat dat betreft nog heel veel werk te doen heeft. En dat het nog een hele mooie taak is om daar mee verder te gaan. Zodat we inderdaad die zee op een gegeven moment zo schoon krijgen. En dat iedereen daar zich zo van bewust is. Dat we voor ons volgende geslacht of voor ons nageslacht inderdaad een schone zee ooit hebben.